Ik ben Jan-Paul Schutte en ik ben de scenario schrijver van het boek. De samenwerking, we waren al gewend om samen te werken in eerdere boeken. Het is mijn eerste stripboek, dus Paul heeft me heel erg geholpen met het bedenken van het scenario. Ik moest scènes bedenken die er juist heel erg mooi uit zouden gaan zien als ze getekend werden. Dus vandaar dat je Venetië ziet en Rome en al zijn facetten. De research voordat ik ging schrijven heeft toch wel er maanden in beslag genomen. Ik heb daarom heel erg lang naar zijn portret gekeken van wat voor persoon is het, wat voor type mens is het. En dan zie je al heel duidelijk die enorme strengheid die er uitspreekt. Hij heeft een heel hard gezicht, dus niet bepaald een lachenbekje. En dat geldt eigenlijk ook voor de karakters die hij zelf schildert. Dus daarmee was ook al de persoonlijkheid van Jo van Skorrel neergezet. Skorrel had dus eigenlijk helemaal geen spannend leven, voor zover wij weten. Maar gelukkig was hij in Rome bij de paus, met een heel dramatisch moment. Die paus die werd gehaat in het hele Vaticaan en in Rome. En dat was een heel dankbaar element voor het verhaal. En zo hebben we er uiteindelijk heel veel spanning in kunnen krijgen. Het probleem bij het schrijven van de dialogen, dat was dat de taal heel lastig was. Want je zit toch aan het hof van de paus. Je zit met hele strenge karakters. En die praten niet zo losjes en vrij. Je kunt bepaalde uitdrukkingen niet gebruiken, omdat je toch in de 16e eeuw zit. Elke keer als ik de tekeningen van Paul zag, en ik had natuurlijk in mijn hoofd een beeld van hoe het eruit moest gaan zien, dan was het totaal anders dan ik in mijn hoofd had. Maar ook weer veel en veel en veel beter.